Welkom bij een nieuwe aflevering van iTrain instructievideo's. In deze aflevering gaan we kijken naar het plaatsen van een trein in het baanplan. iTrain kan zonder extra techniek, zoals bijvoorbeeld Railcom, niet zien hoe een trein op het spoor staat. In iTrain wordt er daarom standaard van uitgegaan dat de trein met de voorkant in de richting volgende van het blok staat. En dat de locomotief in de juiste stand staat om de trein vooruit te laten rijden. Ook als dit betekent dat de locomotief achteruit zal rijden. Om ervoor te zorgen dat de trein goed in het baanplan staat, gaan we deze met een aantal stappen in het baanplan plaatsen. Allereerst kijken we even naar de treinsamenstelling. Als we deze openen door wijzig treinen te klikken. We kiezen hier onze locomotief en gaan naar samenstelling. Hier zien we de lijst zoals de trein is samengesteld. In ons geval alleen onze tractielocomotief. De locomotief zit aan de voorkant en rijdt vooruit als de trein vooruit rijdt. Ook is dit onze hoofdlocomotief. We sluiten dit venster. Vervolgens controleren we of het richtingspijltje van de locomotief naar boven staat. In deze video maken we gebruik van een inmeetspoor. Dit zien we op het tweede tabblad. Hier hebben de blokken een voorkeursrichting. Dit is altijd de richting volgende. Als we de trein nu naar het middelste blok slepen, zal de naam in het blok verschijnen. Nu zal de voorkant van de trein naar de rechterkant staan in iTrain. De voorkant van de locomotief staat naar het blok in richting volgende. Als we nu de locomotief fysiek op het spoor plaatsen, doen we dit met de voorkant richting volgende. In ons voorbeeld is cabine 1 de voorkant van de trax. Als we niet zeker weten wat de voorkant is, zetten we deze willekeurig op het spoor. Als we nu verbinden met de interface, zien we dat de trein gedetecteerd wordt. We zetten de frontseinen aan en als onze richtingspijl nu naar boven staat, zullen de frontseinen aan de voorkant van de locomotief gaan branden. Als we nu de richtingspijl in het blok aanklikken, zullen de frontseinen met de pijl meebewegen. Als de frontseinen tegenovergesteld branden, staat de locomotief dus in tegenovergestelde richting op het spoor. Dit kunnen we corrigeren door de shift-toets vast te houden en vervolgens op de blokpijl van de desbetreffende trein te klikken. We zien nu dat de blokpijl wel wijzigt, maar de frontseinen in dezelfde richting blijven staan. Als we nu op de blokpijl klikken, zien we dat de frontseinen nu wel meegaan met de blokpijl. We hebben de trein nu succesvol in het baanplan geplaatst. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de snelheidsmeting van een locomotief. Graag tot de volgende keer!